sterkte. Dankjewel. Hartelijk welkom, meneer. Heel fijn dat u hier bent in het biechthok. Ik zie dat u een groen en duurzaam leven leidt. Ja. En daar ben ik blij mee. Oké. Maar ik zie ook enkele zwarte plekjes in uw groene geweten. Vandaag is de dag om u daarvan te bevrijden. Heeft u een groene biecht die u wilt opbiechten? Ja, wat voor groene biecht? Nou, heeft u dingen die u doet in uw leven waarvan u denkt, dit is misschien niet heel erg duurzaam of dit is misschien niet zo goed voor het milieu? Zou ik niet echt weten. Koopt u bijvoorbeeld wel eens een plastic tasje als u bij de Albert Heijn boodschappen doet? En die gebruik ik zelf weer om mezelf gebouwde groente in te doen. Okay. Dus ik gebruik het 10 keer, zo'n zakje. En vliegt u wel eens? Zeg je? Vliegt u wel eens? Ja, ik heb dit jaar een keer gevlogen, maar dat is 1 keer in de 10 jaar. 1 keer in de 10 jaar vliegt u. Ja. En toen u vloog? Zeg je? Toen u vloog, plantte u toen ook een boom om de CO2-uitstoot te compenseren? Ik heb vorig jaar een boompoot geplant. Okay. En heeft u een vaatwasmachine? Ja. U heeft een vaatwasmachine? Ja. U was dus niet met de hand af? Ook. Ook. Maar ook wel eens met de vaatwasmachine? Ook wel met de vaatwasmachine. En vindt u dat duurzaam? Ja, want waterverbruik is met de vaatwasmachine iets minder dan met de hand. Okay. Dus u heeft eigenlijk helemaal niets dat u doet waarvan u denkt, het kan misschien duurzamer, het kan misschien groener wat ik doe. Ja, dan moet ik heel diep nadenken hoor. Nou, u mag niet nadenken, daarvoor bent u hier. Ik denk altijd goed over na wat ik doe. Dus, En u denkt er goed over na en maakt u altijd de goede keuze? Of heeft u ook wel eens dat u denkt, ja, dit zou misschien beter zijn geweest, maar ik heb nu even uit gemakzucht voor de gemakkelijke optie gekozen. Nou, ik koop wel eens wat bij Lidl, maar... U koopt wel eens wat bij Lidl? Ja. En daar zit veel verpakkingsmateriaal omheen? Of, Nou, ik probeer zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal mee te nemen. Ja. Daarom koop ik in principe ook niet bij Albert Heijn. Dus okay. Dat is te veel verpakkingsmateriaal. Dat is te veel verpakkingsmateriaal. Ja. Maar u zou misschien nog meer aankopen kunnen doen gelet op het verpakkingsmateriaal? Ik heb het idee dat ik zo groen mogelijk doe. Dat u zo groen mogelijk doet. Ja. Dus u heeft eigenlijk helemaal niets dat u wilt opbiechten? Nee, eigenlijk niet. Nee. U heeft ook geen goed voornemen? Iets dat u anders zou kunnen doen? Misschien uw huis duurzamer maken? Ja, ik zou misschien wat meer ledlampen kunnen plaatsen. Aha, dus we hebben iets gevonden. Ja. U zou misschien meer ledlampen of spaarlampen kunnen plaatsen. Ja. Dat is heel fijn dat u dit bij mij opbiecht. Want ik zie, het was even zoeken, maar dit is toch een pijnpunt in uw groene leven. En u bent daarvan nu bevrijd. Ja. Ik wil u vragen om na te denken over hoe u dit om kunt zetten in een groen voornemen. En als u dat doet, dan is bij deze uw zonde, bent u van uw zonde verlicht. Okay. Hartelijk dank en ik vind het fantastisch wat voor duurzaam leven u...